losses tien en elf jaar oud. Hier aan de binnenkant is het Dirk Dringen en een trek in de baan. Maar goed, het gebeurt allemaal in een buik op de been. En het is Claudio Mario die voorop ligt. En Jesse de Veer die daar nog wel goed bij kan blijven. En dat Keen van Daardom komt daar ook nog bij in de buurt. Dan is het een hele knappe bocht daar van Jesse de Veer. Die weet daar zelfs de koppositie mee te behalen. Dat doet hij keurig. Tristan van Rooswalen en Keen van Daardom vechten dan voor het brons. En Claudio Mario ligt op zilver. En dan is hier ook nummer 114, Merijn van Lint. Die ook nog op het rechte stukje. Hier missen we natuurlijk twee